Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en de Godobank hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om het ondernemerschap in Suriname te verbeteren. Daarover praten wij met onderdirecteur ondernemerschap van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, de heer Donaghy Malone. Laat mij beginnen u te zeggen dat met de komst van minister Sang, de minister, een van de doelstellingen van de minister was ondernemerschapbevordering in de ruimste zin des woords. En in die bevordering zeggen van als we ons gaan beperken, dan sluiten we ondernemers uit. En inderdaad, daar hebben we over gebrainstormd. En we zeggen van laten we kijken naar alle kleine sectoren, laten we kijken naar alle kleine middelondernemingen in eigenlijk elke sector. En want dat is eigenlijk die KMO. En laten we het niet beperken om mensen uit te sluiten of ondernemers uit te sluiten. Wat wij wel op het ministerie hebben, zijn een paar prioriteitsgebieden. Maar dat is des ministerie om eigenlijk te kijken hoe kun je de industrie daar bevorderen. En daar is de minister en het personeel, of althans de directie, daar buigen we ons over. Maar binnen het KMO gebeuren, hebben we gezegd, we gaan nu elke sector die binnen het KMO is bevorderen. En een kleine onderneming is veelal de discussie, wie is een kleine ondernemer? Iemand die thuis onderneemt, één persoon, die is al een kleine onderneming. Tot iemand die eigenlijk gaat naar ongeveer 5 tot 10 personeelsleden. Want dat is eigenlijk ook de discussie. Maar ook iemand die met een bepaalde omvang qua kapitaal wil werken, kan je rekenen tot kleine onderneming. Vaak genoeg hebben kleine ondernemingen heel kleine bedragen nodig. Als het gaat om bijvoorbeeld een 5000 SRD lopende tot naar een kapitaal van 200.000 SRD, om het voorbeeld aan te geven. Wij zeggen, wilt u gaan ondernemen? En waar de kleine onderneming veel aan schort, want de grote gevestigde orde die heeft zijn weg al gevonden, die heeft vaak genoeg ook al een onderpand, die zit op een terrein gevestigd. Waar de kleine onderneming aan schort is vaak genoeg het deel waarbij ze geen onderpand hebben als ze een financieringsaanvraag willen doen. En wij hebben gebrainstormd. We hebben gezegd, het fonds was oorspronkelijk bedoeld om eigenlijk die ondernemer te voorzien. Wij zeggen, als wij meer banken kunnen krijgen om samen te werken en die ondernemers kunnen voorzien in die financieringsaanvraag, hoe gaan we dan dat proces daartoe krijgen? We hebben gezeten met de banken, we hebben nagedacht. De samenwerking met Godo is daaruit voortgevloeid ook. Okay. Omdat we dezelfde gebieden hebben. Godo heeft een MSME-unit. En dan zeggen van, eigenlijk stimuleren we dezelfde dingen. Laten we het naar een ander niveau brengen. Want de kleine onderneming heeft ook capaciteitsversterking nodig. En die capaciteitsversterking is van belang. Omdat het simpelweg gaat, wanneer u een lening aangaat, komen er andere dingen aan de orde. U gaat uw boeken moeten aantonen. U gaat moeten wijzen hoe u administratie op nahoudt. Ja. En die capaciteitsversterking willen we geven aan die onderneming. We zijn vorig jaar een traject gestart waar we trainingen hebben gegeven. En die trainingen zijn ongoing. Waarbij we kijken naar hoe kan ik mijn onderneming zetten in een bepaalde businessmodel. Ik zal vast nadenken, wie is mijn doelgroep? Wat is mijn prijs? Hoe doe ik aan mijn prijscalculatie? Omdat we soms zien bij de evaluatie dat er stappen overgelaten worden. En wij snappen het als geen ander dat elke onderneming die gaat ondernemen vaak genoeg begint uit passie of uit het verdienen van geld en gaat willen groeien. Als je gaat groeien naar een financieringsaanvraag nu, heb je een plan nodig. De banken die vragen een plan. En een plan is eigenlijk bedoeld om te zien hoe ga ik planmatig te werk als ik een financiering heb genomen of als ik een lening heb genomen of als er een investeerder is om mijn ondernemer te brengen naar eigenlijk de next step. We hebben gezegd, wij kunnen daarin voorzien, we hebben expertise, we hebben experts hebben we een aantal trainingen of mensen binnen het ministerie die getraind zijn geworden om ondernemerschap trainingen te geven. En we zeggen, we gaan een track starten. We gaan de ondernemers alvast capaciteitsversterking geven. En daaruit voortvloeien, als we per maand, per district 20 tot 30 ondernemers trainen, dan zitten we op ongeveer 9 districten. 20 man is ongeveer 180. Maar natuurlijk, het gaat niet altijd even vlot.
Maar we hebben ongeveer meer dan 300 trainingen verzorgd vorig jaar. Stel als een ondernemer dit programma ziet of dit bericht goed doorneemt en zegt van hé, ik kan toch ergens aankloppen voor een kleine financiering. Waar moeten zij dan allemaal aan voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor die lening? Het eerste waar je moet voldoen, en dat is eigenlijk uit je eigen competentie, is namelijk durf en wilskracht en risico nemen. Omdat ondernemen risico nemen is, als je moet beginnen, en vaak genoeg begin je met niets, ofwel met een heel kleine, klein beetje dat je hebt, is alvast het eerste wat wij vragen. Dat is een van de dingen. Omdat het proces naar een financieringsaanvraag is niet binnen één dag rond. Er zijn een aantal dingen die moeten tonen. Is de onderneming geregistreerd? Weet de ondernemer wel wat het op nahouden is van bonnen? Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? Waar wil ik naartoe groeien? Wat wil ik precies financieren? Want het is niet zo dat je financiering vraagt, maar dan dat je dan, om het zo te zeggen, in de volksmond, we gaan chillen met het geld, terwijl dat bestemd is voor de onderneming. Dus dat zijn enkele van de voorwaarden. En als je bij ons komt, natuurlijk een plan, zoals ik dat eerder aangaf, is ook van belang. Omdat wanneer we kijken naar een plan die je moet hebben om een onderneming verder te laten groeien, dan kan zo'n ondernemer altijd terugblikken en zeggen, hier was ik. Het is goed gegaan, ik heb gepland, of het is misgegaan. Want het kan beide kanten opgaan. Nou, daar zijn we ook bewust van. En, maar wij geloven dat wanneer we weten van wanneer zo, omdat de bank ook wil weten, hoe ga ik mijn geld terugverdienen? En dat is echt van belang. Je wil de ondernemers helpen, maar het is ook aan de andere kant dat je zekerheid wil hebben dat de ondernemer je terugbetaalt. Een van de dingen die ik wil meegeven waarmee we nu bezig zijn in de onderhandeling, is het rentepercentage. En dat is ook een vraag. Rentepercentage, de roep naar ondernemers toe is het veel hoog. En daar zijn er ook reeds gesprekken om te kijken naar modaliteiten. Hoe kunnen we rentepercentage voor de ondernemers zo laag mogelijk proberen te houden. Maar natuurlijk, het gaat steeds weer met de evaluatie. We gaan het traject echt binnenkort termijn starten. En we gaan ook kijken. We hebben vandaag nog een gesprek gehad vanuit het ministerie met enkele banken. Dus het loopt. We hebben reeds een samenwerking met de Godo Bank. We hebben reeds een samenwerking met de Trustbank eerder getekend. Die gaan in elk geval al mee met ons op pad om te vertellen wat is nodig om een financieringsaanvraag te hebben. Dus vele van de ondernemers die getraind zijn, die weten het al. Ik denk dat het een beetje schort aan de begeleiding. En daar willen we een belangrijke rol in spelen. Maar ook binnen de overheid dat wij als unit een belangrijke rol gaan spelen tussen collega-ministeries onderling. Ja. Sommige ondernemers die hebben wel bijvoorbeeld een terrein. Ja. Maar misschien is iets verlopen, misschien moet iets verlengd worden. Kunnen we met collega-ministeries altijd even nadenken en kijken van hoe kunnen we die ondernemer daar faciliteren. Ja. Onze taak als overheid is om te faciliteren. We staan open en ik kijk uit naar de ondernemers die zich aanmelden. Als we zo horen over het ondernemen en ondernemerschap, dan denken we meer aan, tenminste eerst aan ondernemers die lokaal bezig zijn. Zeg maar hun product aan de lokale gemeenschap aanbieden. Maar hoe zit het met ondernemers die toch denken of een grotere stap willen maken door te gaan exporteren? Kijk, we hebben binnen het ministerie, want vaak genoeg is het ook niet duidelijk voor ondernemers wat wij doen binnen het ministerie. En ik wil daar ook even uitweiden over. Binnen het ministerie hebben we verschillende afdelingen, waarbij we de afdeling handel of het onderdirectoraat handel hebben. Onderdirectoraat handel kijkt naar de mogelijkheden om eigenlijk ook exporteren is één daarvan. Er zijn vaak genoeg regels, standaarden waaraan je moet houden. We hebben bij het ministerie ook verbonden, standaardenbureau. Daar kijkt het standaardbureau naar eigenlijk etiketten. Hoe moet je etiketten eruit zien? Tegenwoordig praten iedereen of elke ondernemer die een product vervaardigt over barcodes hebben. Dat soort dingen zijn ook dingen die we de mensen aanleren vanuit het ministerie. En erop wegwijs maken. Mensen willen hun ideeën beschermen of hun logo beschermen. We hebben bureau intellectuele eigendommen. We hebben een aantal diensten bij, of een aantal
afdelingen binnen het ministerie die sectgericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap. En we weten wel dat de mensen meer geïnformeerd moeten raken. Want ik heb soms ook mensen die me vragen van, maar als ik een logo heb, waar kan ik het registreren dat niemand anders het gebruikt? Maar ze moeten de ondernemers moeten die stap ook maken. Het kost je wel even wat tijd. Als ik wil exporteren, waar kan ik de informatie vinden om te exporteren naar, laten we beginnen met het Caribisch gebied. De afdeling handel, die kan dan gaan uitzoeken voor je van wat zijn de regels, wat is de wetgeving. Er is heel veel informatie daar. Dus ik zeg niet alleen om lokaal te ondernemen, maar ook gewoon om daarbuiten jouw product te exporteren. Kan je ook bij ons zijn om te kijken van hoe kan ik exporteren. We hebben de afdeling invoer uitvoerdienst. Die ook kijkt naar wat mag geïmporteerd worden, maar wat mag je ook uit het land sturen, et cetera. Zo zijn we verschillende afdelingen die eigenlijk de koppen bij elkaar slaan. En die informatie willen we ook vanuit ons unit gaan voorzien. De mensen komen met een vraag, de unit die dient eigenlijk als front-end. De mensen melden zich aan, ik wil dit doen, ik wil dat doen, waar kan ik allemaal wezen? En dan gaan we de ondernemers ook wegwijs maken van, hier kunt u dat doen, wij kunnen dat voor u oppakken of we kunnen u voor doorverwijzen, noem maar op. Veelal begint het ook met de eerste stap, registreren van je onderneming. Je moet ook voldoen aan je verplichtingen, namelijk de belastingen, aanmeldingen, etc. Er komt heel veel bij kijken bij ondernemen, maar uiteindelijk wanneer je door een bepaalde fase bent, dan denk ik dat je met trots terug kan blikken en zeggen, ik ben een ondernemer, ik ben een manager.